Goedenavond. Welkom bij het webinar Prijsverhoging is bittere noodzaak, wat georganiseerd wordt door Henkel Beauty Care Professional voor de hele Nederlandse kappersbranche. Naast mij staat Richard Kofijberg en hij gaat jullie zo meenemen in het webinar wat wij denken op dit moment heel belangrijk is. We merken allemaal dat de prijzen enorm aan het stijgen zijn. Je merkt het thuis, je energieprijzen die stijgen de pan uit als je boodschappen gaat doen in de supermarkt. Alles is zoveel duurder geworden. Als je gaat tanken, ongelooflijk wat je moet afrekenen. Maar je hebt daar natuurlijk ook mee te maken in de kapsalon. Want ook daar gaan de prijzen omhoog. De leveranciers die verhogen hun prijzen. Ook daar de energieprijzen die omhoog gaan. En alles wat je ook voor in de kapsalon nodig hebt, dat wordt duurder. Maar uiteindelijk wil je natuurlijk ook aan het einde van de maand wat overhouden. En ja, dat wordt steeds moeilijker. Daar moet je dus iets mee. En om je daarbij te helpen met de communicatie en om te zien wat voor hints en tips dat er zijn voor jou als ondernemer in de kappersbranche. Daarom hebben we Richard Kofijberg uitgenodigd. Hij is een expert op het gebied van business in de kapsalon. En ik weet zeker dat aan het einde van deze webinar dat jullie een stuk wijzer zijn geworden. Mocht het zo zijn dat je vragen hebt, dat kan. Stel ze eventjes in de chat, want je staat allemaal op mute. En straks als die chats binnen zijn gekomen, dan kan ik ze aan Richard voorlezen. En helemaal aan het einde kunnen we ook nog even met elkaar een babbel maken. Want dan kunnen jullie eventueel jezelf ook nog op unmute zetten. En dan kun je ook met elkaar communiceren. Maar voor nu wens ik jullie heel veel kijkplezier en veel inspiratie. En het woord is aan Richard Kofijberg. Dankjewel, Laura. Ja, dankjewel. Ja, welkom bij dit webinar. Prijsverhoging is bittere noodzaak. Even voor ik begin, groot compliment aan Henkel Zwartkop voor het feit dat dit opengesteld wordt voor de hele branche. Ik vind dat zo stoer dat jullie dat doen. Betekent dat we heel veel mensen kunnen gaan helpen. Wat Laura al zei, stel je vragen als je ze hebt. Misschien zitten de antwoorden al in de presentatie, maar zo niet, stel ze en dan gaan we ze behandelen. Ja, de stand van zaken. Laura zei het net al, er gebeurt zoveel. Ik durf rustig te zeggen dat ik al een paar weken meeloop in deze branche. En ik heb ook wel eens een crisis meegemaakt, ook wel eens twee. Maar zoveel dingen die er tegelijk op ons afkomen, dat is heel veel. En dat vraagt om een heel andere manier van kijken. Dat vraagt om een totaal andere manier van benaderen en ook van ondernemen. We hebben het over chronisch tekort aan handjes op dit moment. Enorme druk op de arbeidsmarkt. We hebben het over de vergroening. We hebben het over vervoer. Denk maar even wat er aan Schiphol gebeurt op dit moment. Het is allemaal niet gezellig. Toch proberen wij er een gezellige webinar van te maken. Met wat tips en tricks. Maar ook, we moeten wel naar de kern en ook wel naar de waarheid. Dus ik hoop dat jullie mij dat vergeven als het ook wat confronterend is. Maar het is helaas niet anders dan dat. Oké, de verhoging van waar moeten we naar kijken? Waar hebben we mee te maken? We hebben verhoging van energie. Elektragas. Dat heb je elke dag in salon mee te maken, ook thuis overigens. Brandstof, benzine, diesel, et cetera. Het is bijna goud wat je in je auto gooit. Grondstoffen. Nou, Laura zei het al, ook de toeleveranciers zijn genoodzaakt om hun producten duurder te maken, omdat ze ook de grondstoffen veel duurder moeten gaan inkopen. Dat zie je ook in de voedselketen. Kleding is ook ongelooflijk duur geworden. Toevallig las ik vanochtend nog in de krant, in het FD, dat de kledingbranche het laatste kwartaal veel minder heeft mogen verkopen. Dus dat betekent dat die in die zin wel wat aan het besparen zijn. Maar goed, voedsel en grondstoffen en dat soort dingen, ja, die heb je gewoon keihard nodig. Abonnementen zijn duurder geworden, zijn ook fors duurder geworden. Dat heeft ook te maken met de grondstoffen die zij moeten inkopen. Ja, en dan vanaf aanstaande vrijdag 1 juli aanstaande zijn de CEO-salarissen met 4,5% verhoogd. Of je wil of niet, je ontkomt er niet aan. Dat is door de vakbonden en de ANCO is dat afgesproken. We hebben een nieuwe CEO voor 1 jaar. Het goede nieuws is wel weer dat als die prijs, stel dat we vanaf 1 januari een verhoging van het minimum salaris krijgen. Dan ga ik van boven zitten. 1,8% zijn. Zit die al ingeprijsd? 4,5%. Dus die 4,5%, daar ga je een heel jaar tegenaan lopen. Dat wordt niet hoog. Nou, we hebben, dat is ook heel recent, huurverhoging van winkels. Die per 1 juli geïndexeerd zouden kunnen worden. Even een tipje, dat heet een periodieke indexering. Dat moet wel in je huurovereenkomst zijn vastgelegd. Dat de verhuurder
de vastgoedbelegger, dat die dat wel heeft ingedekt in je huurcontract. Anders hoef je het niet te betalen. Nou, huurverhoging voor de vrije sector is per 1 juli ook maximaal 3,3%. Maar daar ga je ook tegenaan lopen. Ja, het is allemaal niet heel gezellig. We hebben er ook allemaal mee te maken, elke dag. En vandaar dat we ook met elkaar moeten gaan kijken wat we dan doen. Maar één ding moet vaststaan: prijsverhoging is geen ontkomen aan. Alleen de vraag is hoeveel en hoe gaan we dat communiceren. Van oudsher is in onze branche altijd al geweest. Zonder indexeringen, zonder inflaties. Wij vinden het altijd heel lastig om een juiste prijs te vragen voor de diensten die wij aanbieden. Overigens, dit plaatje, die mevrouw die zo schrikt, is niet de consument die hoort dat de prijzen verhoogd worden, maar is de kapper of kapster in dit geval die het moet vragen. Laten we daar nou mee stoppen. Laten we nou eens gaan kijken, hoe kunnen we nou op een reële manier die prijsangst wegnemen? Want het is nu, op dit moment, overleven. Er is dus geen enkele discussie of je de prijzen wel of niet verhoogt. Je zult de prijzen moeten verhogen om te overleven. Even de sheet die ik wel heel belangrijk vind, is de prijs- en de loonstijgingen. Die 4,5% vanaf vrijdag wordt er bij de salaris opgeteld. En als je dan deze sheet ziet, dan zie je dat de prijzen toch harder stijgen dan de CEO-salaris. En dat betekent dat er een gap, een gat zit tussen bijvoorbeeld een inflatie van 9-10% en de CEO-salarissen die maar met 4,5% verhoogd worden. Daar gaan we straks ook even naar kijken. Maar dat is wel een feit. Ik hoop dat je dat meeneemt in de overweging, hoe je met je medewerkers, met je team samen, tot een goede oplossing kan komen. Want die mensen moeten anders of hun spaargeld aanspreken, ofwel ze zullen meer moeten gaan werken, of anders moeten gaan werken. En vandaag is, ik weet niet of jullie het gelezen hebben, door de ANCO verkondigd, het hing al een tijdje boven de markt, dat medewerkers ook meerdere loonverbanden mogen afsluiten. Dat was eerst niet zo, dat stond ook in de CAO. Als je een arbeidscontract had met een medewerker afgesloten door de ANCO-voorwaarden, dan kon dat niet. Dat is voorbij. Ook als je nu een langlopend contract hebt, dan geldt dat dus niet. Dus dan wordt dat geskipt uit het contract. Dus die regel die daarin staat, die is niet meer voldoende. Nou, daar kun je alles van vinden. Het is een feit, het is wetgeving. Daar kan niemand iets aan doen, behalve de Eerste en de Tweede Kamer. Die hebben het goedgekeurd. Dit hing al een jaar of anderhalf, twee boven de markt. Het is nu een feit. Dat is, vanaf 1 augustus is dat zo. Even wat hogere lonen nou precies doen. Hogere lonen helpen om koopkrachtverlies te beperken. Mag ik heel even onderbreken? Ja? Want Monika die vraagt, welke regel per 1 augustus? De regel per 1 augustus dat een medewerker meerdere dienstverbanden mag aangaan. Dus die mag een tweede of een derde werkgever hebben. Dankjewel. Ja, oké. Okay. Dus hogere lonen helpen om koopkrachtverlies te beperken. Het risico is dat ze leiden tot de beruchte loonspiraal. Wat betekent dat hogere lonen leiden tot hogere kosten en weer tot hogere prijzen. Dus in principe als je gaat nadenken van wij gaan meer vragen, dat hebben we ook nodig om meer te kunnen betalen aan de mensen waar wij diensten van afnemen, heeft er eigenlijk niemand helemaal iets aan. Hè? Geld wordt, als je zegt je inflatie 10-15% laat zijn, dat is wat reëel is op dit moment, inclusief dan die loonsverhoging 4,5%, heb je er eigenlijk helemaal niks aan. Behalve dat je het niet kwijt bent. Als je het niet doorberekent, dan ga je het er zelf bij leggen, maar daarover straks veel meer. Een loonsverhoging is ook een structureel en permanent. Dus als de prijzen dalen en de inflatie afneemt, wordt een loonsverhoging niet teruggedraaid. Ik heb al gezegd, deze is voor een jaar fixed. Dus daar heb je een jaar lang mee te maken. Nou, even de verhoging in de kappersbranche. Wat het zou moeten zijn, wat mij betreft, is de inflatie van 9-10%. Die fluctueert. Hè? Dat is, we krijgen nu eerder weer van voor. Even kijken hoor, het is nu juni. Ze krijgen die van mei en juni weer. Ze verwachten dat dat zo'n 8,5% is. Maar de CEO-salaris van 4,5%, die staan gewoon vast.
Ik adviseer mijn mensen die ik begeleid via de Business Factory om op dit moment toch een prijsverhoging van 14-15% aan te houden. Maar die keuze moet je natuurlijk verder zelf maken. Een van de vragen die je zelf zou moeten afvragen is: hoeveel wil of moet ik verdienen om van te kunnen leven? Ik begeleid aardig wat salons. En je ziet dat het heel erg moeilijk is op dit moment om, als je de prijzen niet met 14-15% verhoogt, dat je dat dus niet wil of niet durft, dat je heel veel uit je eigen zak moet gaan bijleggen. Dus de vraag is, de relevante vraag is, hoeveel wil je of moet je nou verdienen om nog een normaal bestaan te hebben? De wet van de omzetcirkel, die gaat je helpen, die gaat je wat meer inzicht geven in wat er nou eigenlijk gebeurt. Die wet van de omzetcirkel is als volgt. De omzetcirkel is 100, elke cirkel is 100. En van die 100 hebben we allemaal taartpunten. En die taartpunten die vertegenwoordigen een bepaald percentage wat er opgaat aan die 100% omzet. Nou, je ziet het al staan. 52% van die 100% gaat op aan arbeidskosten. 10% gaat op aan inkoop. Dan heb je een winst van 10%. De rente die je nu betaalt is 3%. Dat was eerst lager, maar banken gaan dit weer op 3% of hoger inschatten. Je afschrijving is 3%. Dat betekent dat je of je reserveringen doet voor de volgende investering, maar je hebt dus afschrijvingen te nemen om verder te kunnen ondernemen en kapitaal te kunnen vergaren om te investeren. Dan heb je je algemene kosten. Dat is 6%. Even een definitie gemaakt waar je algemene kosten voor. Wat zit daarin? Dat zijn accountant- of boekhoudkosten. Autokosten, ofwel vervoerskosten zitten daarin. Bankkosten, verzekeringen, kantoorbenodigdheden, lidmaatschappen, bijvoorbeeld lidmaatschap van de ANCO, abonnementen, etc. Dus kijk eens in je salon om je heen. Wat heb je allemaal per maand nodig om goed te kunnen functioneren? En wat zijn daarvan de algemene kosten? Als je dan gaat kijken naar reclame- en servicekosten, dat is ook 6%. Dat is je promotie, dat is je marketing. Daar zit bijvoorbeeld ook in je koffie, thee die je weggeeft aan je klanten. Dus een stuk service dat je doet. Stel dat je hebt servicekosten in een VVE. Het kan zijn dat je in een pand zit waar je met een VVE, Vereniging van Eigenaren, te maken hebt. Daar zitten kosten aan. Advieskosten, et cetera. Dat zijn allemaal kosten die vallen daar weer onder. En dan 10% huisvestingkosten. Dat is ook waar je tegenaan loopt. Het zij dat je een hypotheek hebt. Hè. Als dat je eigen pand zou zijn, zou je een verschuiving kunnen zien. Maar even gewoon gemiddeld zou dat 10% mogen zijn. Hoe ziet dat er dan uit als je een omzet, een gemiddelde kapsalon van 300.000 euro omzet hebt? Daar rekenen we ook vanuit. Hè. We gaan even uit van 300.000 euro. Dat is ook wel ongeveer de gemiddelde omzet van de doorsnee kapsalon. Nou, die arbeidskosten 52%. Dat zou dus 156.000 euro aan arbeidskosten zijn met een omzet van 300.000 euro. 10% is 30.000 euro. Reclame service 6% is 18.000 euro. Algemene kosten 6% is ook 18.000. Afschrijving is 9.000. Rente is 3%. En je winst is 30.000 euro bij een inkoop van 30.000 euro. Dit is even een opsomming en dat is een gemiddelde, dat is een denkrichting, is een denksnoer waar je mee kunt werken. Wij werken ermee vanuit. En het aardige is dat als je dat zo helder hebt, zoals je het nu ziet staan, dan zijn daar dus knoppen waar je aan zou kunnen draaien. Je zou dus kunnen gaan kijken, waar kan ik dan in die percentages besparen, zodat die winst van 10% omhoog zou kunnen gaan. En als je nu ziet dat je 10% winst hebt in dit voorbeeld, dan zou je dus nog steeds bij een inflatie plus salarisverhoging van 4,5% zou je nog dik tekort komen. Laten we even kijken naar de volgende sheet. Want wat kunnen we nou doen? Je kunt twee dingen doen. Je kunt je omzet proberen te verhogen en je kunt je kosten reduceren. Dat zijn eigenlijk twee grote knoppen waar je aan kunt draaien om toch meer winst te kunnen genereren. Kostenreductie, laten we daar eerst naar kijken. Nou, arbeidskosten heb ik op dit moment niks ingevuld, omdat ik denk dat je daar wel winst kunt halen bij een perfecte inkoop van uren. Dus als je je mensen, je teamleden laat komen op het moment dat je ze echt, echt nodig hebt, dan kun je daar een kostenreductie krijgen. Dat betekent dat je geen leeglopenuren hebt of nauwelijks leeglopenuren. Even een leuk voorbeeld. Ik was een aantal maanden geleden bij een ondernemer.
En die vroeg ook of ik langs wilde komen, want die had een vraag. Hij zegt, mijn accountant zegt, ik heb al een paar jaar geen winst gemaakt. Zou jij eens mee willen kijken? Nou, ik ben naar die, was een man, ik ben naar die man toegegaan. En ik kom daar binnen, was een woensdag, en er zaten drie prachtige kapsters. Echt beeldschoon. Ik dacht eerst dat ik aan de municipalverkiezingen moest jureren. En die zaten daar en er was geen klant. Het was denk ik 10:15, 10:30. Dus die meneer die zegt tegen mij, we zaten in de keuken wat te praten. Hij zegt, ja, ik maak helemaal geen winst. Mijn accountant zegt, ja, dat kan zo niet doorgaan. Waarop ik zei, ja, maar je maakt wel winst. Nee, zegt hij, mijn accountant zegt, ja, je maakt wel winst. Alleen die zitten nu op een stoel om 9:45 op woensdagochtend. Je moet gaan kijken, hoe kan ik mijn uren beter verdelen? En de vuistregel wat mij betreft is, als er klanten zijn, moeten er kappers zijn. En als er kappers zijn, moeten er klanten zijn. Dus je moet eens gaan kijken, welke uren kan ik nog op een andere manier vullen? En ja, je zult er met je team over moeten praten, om te kijken of zij daar ook in mee kunnen en willen, om dan op andere momenten te werken, daar waar ze nodig zijn. Huisvesting, daar zou je ook iets van kunnen vinden. Je zou eens kunnen gaan praten met de verhuurder, als het een huurpand is, of met de belegger, en gewoon aangeven, ja, luister, wij kunnen dit niet betalen. En stel dat hij toch ook nog per 1 augustus de huur gaat verhogen, dan wordt het helemaal dramatisch, want het gaat ook weer van je winstpercentage af. Maar speel gewoon daarin open kaart. En zeg gewoon, want wat beleggers op dit moment niet willen, ik ken er een aantal, lege winkelpanden. Dat willen ze niet. Dat vervuilt de straat en die zullen er heel veel aan doen om die lege winkelpanden te voorkomen. Ga daarmee praten. Stel dat je van 10 naar 8% zou kunnen gaan. En dat tel je dan weer op bij je winst. Dan heb je er geen 10, maar 12. En dat is ook zo met je arbeidskosten. Als je die met 4 of 5% kunt realiseren, ja, dan zit je al op 15% winst. Zo moet je ernaar kijken. Algemene kosten, daar zou je ook eens goed naar kunnen kijken. Een tijdje geleden heb ik eens heel kritisch naar mijn verzekeringspakket gekeken. En ik heb daar een besparing van 28% op kunnen realiseren. Dat zijn allemaal van die facturen die betalen, omdat je ze altijd betaalt. Maar kijk er eens kritisch naar. En kijk eens even, als ik dingen combineer, of misschien heb ik ze helemaal niet nodig. Ik noem even wat. Ik heb mijn glasverzekering geskipt uit mijn inboedelverzekering. Ik heb nooit een kapot ruit gehad. Maar als ik hem heb, ja, dit kan ik zelf betalen. Dus, eruit. Alles wat je zelf kunt betalen, moet je niet verzekeren. Afschrijving, ja, daar ontkom je niet aan. Dat is gewoon 3%. En dat is ook een reservering voor de volgende investering. Rente, ja, dat bepaalt de bank. Daar kun je ook verder weinig aan doen. Maar je inkoop, ja, ik zou zeggen, ga daar nou niet op beknibbelen. Zorg nou dat je die kwaliteit van je producten die je gewend bent, je klanten gewend zijn, je team gewend zijn, ga daar nou niet in skippen. Ga nou niet kijken, waar kan het nou goedkoper? Oké, dan lever ik wel in. Want dat zijn nou de kwaliteitsnormen die je als salon biedt naar je klanten, maar ook naar je team. Maar dit is dus arbeidskosten, huisvesten, reclame, service, algemene kosten. Daar zou je naar kunnen kijken. Ga eens met je accountant praten. Vraag eens even of daar tarief niet iets af kan. Dat zijn dingen als ondernemer. Moet je dat gewoon doen en kijken waar je dan op uitkomt. Ik neem even een slokje water. Een van de zaken die wij met Corfijberg Herrissen doen, is dat wij een klantenpyramide hebben gebouwd voor de mensen die mij vaker hebben gezien. Die weten dat het is voor mij de heilige graal, waarin wij onze klanten in kaart hebben gebracht. En waarom vertel ik dat nou? Omdat wij met veel minder marketingbudget een veel hogere omzet kunnen halen en veel meer nieuwe klanten kunnen laten instromen. Ik leg hem even uit, heel kort. Wij hebben drie typeringen. Familieleden, vrienden en kennissen. Dat is gewoon, je kan ook goud, zilver, brons doen. Geef het een titel, maar dat is voor ons een werktitel. Die hebben we ingedeeld. Wat wij gedaan hebben, we hebben gezegd, nou, dan moet je hem ook definiëren. Dus een klant besteedt bij ons 1.000 euro of meer per jaar. En bezoekt, dus de bezoekfrequentie is tussen de 4 en 8 weken per keer. Dat mag er tussen zitten. We besteden tussen de 1.000 en 600 euro. Dan zijn het vrienden wat ons betreft. En die bezoekfrequentie gaat dan wat naar beneden tussen de 8 en 12 weken. En de kennissen die besteden meer dan 600 euro per jaar. Maar de bezoekfrequentie weten we niet. Wat we toen gedaan hebben, toen we dit scherp hadden, hebben we de wet van Pareto erop losgelaten. En Pareto zegt, 80% van je resultaat haal je uit 20% van je inzet. Dat hebben wij gedefinieerd hier. We hebben dus gezegd, oké, dus als 80% van de omzet
gegenereerd wordt door 20% van onze klanten, dan willen wij dat weten en dan kunnen we daar beleid op maken. Nou, als je gaat kijken dat familieleden zijn maar 6% van ons klantenbestand, vrienden is 14%, en die kennissen, dat is 80% van ons klantenbestand. Die wil je niet kwijt, maar wat doen wij? Wij gaan dus kijken, waar gaan wij dan ons marketingbudget laten? Want als die familie en vrienden samen 80% van de omzet genereren, 6% en 14%, dan genereert die kennissen maar 20% van de omzet. En wat je ziet vaak bij marketingtools, is dat mensen heel erg eager zijn om mensen die niet zo vaak komen, vaker te laten komen. Daar stoppen ze heel veel marketingbudget in. En geloof me, dat gaat niet lukken. Iemand die niet vaak komt, komt ook niet vaker omdat je een shampoo cadeau doet of iets anders. Dat zijn mensen die komen omdat ze of naast je bedrijf wonen, of toevallig eens langskomen, en, of misschien vinden ze het heel fijn bij jou, maar wil alleen maar een puntje elk jaar eraf. Je hebt ze hartstikke hard nodig. Hè? Het is 20% van je omzet. Die wil je niet missen. Alleen je focus moet daar niet op liggen. Wat wij dus doen, wij hebben de marketingbudget, hadden we van 6%. Die hebben wij wel naar 4% gebracht, omdat we ook met social media heel erg actief zijn. En dat betekent, stel dat je, nou, oké, wij hebben een vrij grote salon, omzet van over 1 miljoen. Dat betekent, dat is niets toe, maar dat is gewoon een feit. En we hebben dus, als we 5% of 4% hebben, hebben we 40 euro om te besteden aan die klanten. En hoe doen we dat? Wij verrassen ze. Als er iets is of we adviseren iets, dan mag dat van die 40 of 50 euro af. Dat houden we keurig bij. Kortom, wij zorgen dat die mensen uiterst tevreden zijn over ons. En zij zorgen voor een instroom, dat noem je een horizontale instroom. Een familielid, je neemt een familielid mee en een vriend neemt een vriend mee. En zo ga je bouwen met in principe heel weinig kosten aan het verhogen van je omzet. Overigens, de kennissen die doen wel mee als wij wel eens een verjaardagactie hebben of zo met een kaart, maar wij gaan daar geen geld in stoppen. Dat is wel even belangrijk. Dus het marketingbudget dat wij hebben gaat echt op naar onze trouwste en beste klanten. 80-20 principe, dus die 20% van ons klantenbestand. Als je nou gaat kijken naar de opties die je hebt als het gaat om prijsverhoging, dan kun je daarin variëren, in differentiëren. Je kunt bijvoorbeeld zeggen, op de stillere dagen doen we de minimale prijsverhoging. Dan kom ik even terug naar die 52% van die salarissen, die kosten die wij hebben. We hebben allemaal wel stillere momenten. Maar we hebben ook, ik begeleid behoorlijk wat salons, en die hebben bijvoorbeeld heel veel weekklanten. Elke vrijdag en elke zaterdag zitten die klanten op de stoel. En de vraag is, die je kunt stellen, is, moeten die mensen nou per se, zeker als al wat ouder zijn, precies op vrijdag en op zaterdag? Het is een soort van gewoontegedrag. Het wordt al ingevuld voor de week erop. Maar nieuwe klanten, zeker jongere klanten, die vinden het heel fijn om op vrijdag, zaterdag en een koopavond te komen. Als daar geen doorstroming in zit, omdat die mensen die stoelen al jarenlang bezetten op die dagen, dan moet je eens over nadenken of dat handig is. Oké, en ik hoor je denken, ja, maar dat zijn ook vaak hele goede kleurklanten en zo. Tuurlijk, het zal niet voor iedereen gelden. Maar en dat zeg ik gewoon, maar dat doe ik niet gewoon, maar wassen, veulenklant, waarom niet op woensdag? En als je dan zegt, ik heb op woensdag maar een bezettingsgraad van 60%, probeer dan die mensen te verplaatsen. En stel dat je nu besluit om de prijzen te verhogen met 14-15%. En de minimale verhoging zou zijn 8%. Dan kun je die mensen een andere prijs aanbieden. Geen korting geven, hè? Dat mag niet. Mag wel, maar die moet zelf weten. Maar ik ben daar niet zo van. Maar wel met een ander prijsstelsel werken. Omdat je anders een nulkassa aanslag hebt. Maar nu heb je in ieder geval die weekklant. Daar zou je dus mee kunnen schakelen. En op de drukke dagen, vrijdag, zaterdag, koopavond, gewoon de optimale prijsverhoging. Dan gebeurt er ook echt iets met je bedrijf. Dus je bedrijf laat je vollopen met uren. En weliswaar misschien tegen een wat ander tarief. Maar je zal zien dat je omzet ontzettend gaat stijgen. En als het is tegen dezelfde kosten, tegen dezelfde salariskosten, dan neemt je winst onmiddellijk toe. Je kunt ook zeggen, nou, we gaan een prijsverhoging doorvoeren op de golven van de inflatie. Dus dat betekent, als de inflatie wat
lager wordt. Stel dat die volgende maand geschat wordt op 6,5%. Dan zou je zeggen, dan zou dat component van de verhoging, 6,5%, zou je daar die prijs mee kunnen verlagen. 4,5% salaris blijft, maar die moet je dan even afhouden. Dat zou je dus kunnen doen. Dat is een verhaal die je tegen je klant zou kunnen vertellen. Op het moment dat je daar last van hebt. Is ja goed, ik ben niet van de korte klap, maar ik wil ook iets bieden. Overigens, aan het eind van deze presentatie heb ik voor jullie teksten gemaakt. Die mag je gebruiken. En elke ander, dus alle opties, zijn ook verschillende teksten bij. Ik moet alleen even kijken hoe we die dan bij jullie krijgen. Maar Laura is briljant. Die zal dat zeker oplossen voor ons. Maar je kunt ook zeggen, jongens, het is wat het is. Het is een vaste prijsverhoging. En die geldt voor iedereen. Niks aan te doen. Dit zijn de spelregels binnen het bedrijf. We hebben ermee te maken. Ik moet echt overleven. Ik moet zorgen voor mijn bedrijf, voor mijn medewerkers. En indirect ook voor mijn klanten. Dat is ook een optie. Dus het zijn er eigenlijk vier die ik met jullie wil bespreken. Kijk wat bij je past. Kijk wat goed voelt. En kijk wat je gaat toepassen. Als je gaat kijken naar een omzetverhoging, dan is hier zie je een kwadrant. En je kan dus als eerste vragen, dit is eigenlijk een invoeroefening die je met je team kan doen. Dus hartstikke leuk om te doen. Je ziet puntgewijs kun je dat invullen. Dus bijvoorbeeld die eerste linksboven kwadrant, ik wil nieuwe klanten. Nou, wat, hoe en actie. Dat kun je met je team doen. Hoe gaan we dat dan doen? En wat voor soort klanten willen we? En wat is de actie dan die we gaan ondernemen? Dat kan een medewerker doen. Daar maak je goede afspraken over. Of bijvoorbeeld twee. Ik wil dat klanten blijven terugkomen. Hè? Dat is natuurlijk hartstikke mooi. Want als je elke keer maar nieuwe klanten moet binnenhalen. Je kan beter zorgen dat je klanten blijven en meer besteden. Nou, hetzelfde verhaal. Ga met ze zitten en kijk hoe gaan we dat met elkaar doen. Draagvlak creëren. Het is hun oplossing en we doen het met z'n allen. Een ander, ik wil klanten sneller terugkomen, omzetten, dus de bezoekfrequentie omhoog. Nou, ook hoe gaan we dat dan doen? En wat voor acties hebben we erbij? En wie gaat die actie dan ondernemen en bespreken met ons? Wil klanten per bezoek meer gaan besteden? Ja. Ook daar geldt hetzelfde voor. Dus je hebt een kwadrant met vier mogelijkheden. Ga met je team aan de slag. Ga zitten, maak er een denksessie van, een motivatiesessie en kijk wat eruit komt. Hoe kun je verder nog je omzet verhogen? Kijk eens, maak eens een marktanalyse. En een marktanalyse betekent dat je eens gaat kijken, mijn ideale klant, waar zit die nou eigenlijk? Zit die ver bij me vandaan of zit die eigenlijk heel dichtbij? En misschien ook wel de vraag stellen, wat is dan ook mijn ideale klant? Maar maak die marktanalyse eens en neem er ook bij, wat voor collega's zitten er dan ook in die ring, die op hetzelfde moment naar die klant aan het vissen zijn? Maak een kansberekening. En onderzoek de mogelijkheden voor een verdieping van je P van product. Ik werk met vier P's en een daarvan is product. Wat we een tijdje geleden hebben gedaan, in ons eigen bedrijf, we hebben eens gekeken welke producten, dus diensten, dus niet de shampoos en de crèmes, maar welke diensten, daar staat ook voor product, bieden wij nou eigenlijk aan en verdienen we nou wat aan die producten of diensten? En wij zijn erachter gekomen, zeker nu heel belangrijk, dat als je diensten aanbiedt waar je niet voor winstpotentieel hebt, lever je eigenlijk weer winst in. Wij hebben een aantal diensten geskipt. Die bieden we niet meer aan, omdat wij daar niet genoeg aan konden verdienen. Misschien waren we er niet goed genoeg in. Geen probleem. Reden erover. Maar reden om het niet te doen, hebben wij gezegd, dit gaat niet bijdragen aan de winst. We moeten er veel service op verlenen. Dus we gaan het niet meer doen. Kijk er eens naar. Kijk eens, dat staat ook als laatste straks. Reken uit per productgroep wat de omzet, winst, verlieshouding is. Ik ben ervan overtuigd dat je diensten aanbiedt die niet de volle winst genereren. En dan moet je je echt afvragen, heeft dat dan zin om ze aan te bieden? Nou, vraag eens aan je klant wat zij missen of willen toevoegen aan behandelingen. Of vraag aan je team wat zij missen of willen toevoegen aan behandelingen. Vraag ook eens aan het team wat voor behandelingen zij liever niet meer willen aanbieden. Daarmee kun je eigenlijk al, als je dat scherp hebt, hè, dus als het team zegt, nou, ik een bepaald product of dienst niet meer wil aanbieden, dan reken het dan maar eens uit, want dan heb je een grote kans dat die winst-verliesverhouding daar niet goed is. Bespreek dit ook eens met je team. Het is overigens een onderwerp wat je echt niet alleen hoeft op te lossen. Prijsverhoging, de wereld van nu, is niet alleen maar aan de ondernemer, dat is echt aan iedereen
die in de zaak rondloopt. En de zaak is ook echt niet meer alleen maar van jou, die is van iedereen. Alleen je bent wel eindverantwoordelijk en uiteindelijk maak jij zelf de beslissing. Goede communicatie is de hartslag van elke onderneming. Als je gaat kijken naar de tips, dus op een gegeven moment, ontkomt er niet aan, het is al gezegd, je zal, of je wil of niet, je zal de prijs moeten verhogen. Maar hoe ga je dat communiceren? Ik heb een paar tips voor je. Blijf positief en luister. Dus maak er geen tissue-verhaal van, vertel het eerlijke verhaal. We kunnen niet anders dan de prijs verhogen, anders bestaan we gewoon over een tijdje niet meer. Iedereen zal dat snappen. Maar niet iedereen is er heel blij mee. Maar luister ook eens naar de antwoorden van de mensen waar je tegen zegt. Blijf wel standvastig. Blijf standvastig. Maak geen enkele uitzondering. Doe jezelf een plezier. Doe het niet. Dit is wat het is. Helaas, we kunnen niet anders, want anders hadden we het gedaan. Maar dit is wat het is. Blijf wel begripvol. Ja, ik snap het. Ja, het is voor iedereen vervelend. Maar ja, het is niet anders. Maar ga niet met de botte bijl er doorheen. Uiteindelijk zijn het je klanten, waarschijnlijk al jarenlang. Maar ook ja, het blijft wat het is en blijf dankbaar. We zijn zo blij dat u hier, en we hopen ook echt dat u hier blijft komen. We kunnen het niet veranderen helaas, maar ja, we zijn wel dankbaar voor het feit dat u hier zo lang komt. En we hopen dat u het begrijpt. En wees niet te nederig. Ja, ik snap het wel. Ja, we kunnen het ook niet. Ja, ik vind het ook heel vervelend, maar blijf even gewoon de houding van de koning aannemen. Standvastig, rechtop, hoofd vooruit en rug rechter. En denk niet voor een ander. Ga nu denken, oh nee, dat is een probleem. Nee, dat kan echt niet. Iedereen krijgt dezelfde boodschap. En denk niet dat een ander jouw boodschap anders invult. Of dat het voor jou, voor die persoon, een uitzondering zou moeten maken. Doe dat alsjeblieft niet, want je hebt maar één verhaal. En dat is het enige verhaal. En anders moet je zoveel verhalen onthouden en vertellen. Dit is het verhaal en zo is het. Heel belangrijk, zorg dat het team goed is geïnformeerd. Dat ze weten waarom het is. Zorg dat zij ook achter de beslissing staan. En dat gaat op dit moment vrij snel, want ze krijgen 4,5% erbij. Dus die snappen dat wel. En de rest moet je ook even uitleggen. Dus ook uitleggen, de producten worden duurder. Nou, ze merken het zelf als ze benzine gaan tanken. Dus het is eigenlijk niet zo'n verrassing. Je moet het alleen even goed formuleren voor ze, zodat zij het ook kunnen overdragen aan die klant. Als je gaat kijken naar communicatie voor social media, kies voor storytelling. Als je social media doet, en je kunt, als je social media goed inzet, kun je heel veel aan promotie besparen. Zeker de helft. Alleen kost je meer tijd. Maar kijk eens, misschien zijn er jonge mensen in je team die het heel leuk vinden. We hebben 3-4 mensen in ons team. Die zijn allemaal rond de 20-21. Nou, ga maar kijken bij ons op de site. Die mensen maken hartstikke leuke films. Posten elke dag iets nieuws. En we hoeven er in principe helemaal niet zoveel aan te doen. Het loopt, het wordt gedaan. En het is een hoge kwaliteit. Dus dat scheelt ook aardig wat geld. Dus dan kun je ook weer bij je winst optellen. Maar vertel een goed verhaal. Laat zien wie je bent, waar je voor staat. En wat de mensen kunnen verwachten. Dit is de prijsverhoging die wij, Corfijberg Hairdressers, hebben gecommuniceerd op deze manier. Ik doe het even in vogelvlucht, want anders wordt het een oogtest of een opleesrijtje. Maar hier staat dus in dat wij het heel vervelend vinden dat de prijzen moeten worden verhoogd. Dat we het heel vervelend vinden dat we het moeten mededelen, maar dat we niet anders kunnen. En wat betekent dit voor jou? En dan zwakt het weer iets af. Hè? Dus ik heb de percentages opengelaten. Maar dat betekent dat de totaalprijs maar een paar euro wordt verhoogd. Zo maak je het dus weer kleiner. Zo zoom je echt in. Het gaat maar om een paar euro, maar we kunnen niet anders. De inflatie raakt ons allemaal. Dit is zoals wij het gecommuniceerd hebben en de manier waarop. We hebben een nieuwsbrief, een digitale nieuwsbrief. We hebben een nieuwsbrief op de receptie liggen en het staat ook op de kaptafel. Dus dat het totaal geen verrassing is voor jouw klant. Dit is zoals wij het hebben gedaan. Dit is een algemene. Dus eigenlijk hebben we er wat dingen uitgeknipt. Heb ik er wat dingen uitgeknipt. Maar hier staat gewoon ook de reden, hè, waarom. Dus de energieprijzen, personeelstekort, salarisverhogingen, prijsverhoging van de leveranciers. Ja, het zijn onpopulaire maatregelen, maar we moeten ze nemen. Alsjeblieft, mevrouw, het staat hier. Maar ja,
we moeten die prijs doorvoeren om ook de kwaliteit te kunnen garanderen die u van ons gewend bent. Nou, dus zo maak je het dan weer klein. Dus eerst is de boodschap en dan maak je het weer kleiner. Je mag ze gebruiken als ze gedeeld zijn. Hier heb je dan een voorbeeld van een minimale prijsverhoging. Weet je nog, dat ik zei, ga eens kijken op de stillere dag. En daar staat bij dan, toch zien wij mogelijkheden om niet alle prijzen evenveel te verhogen. Kom je in het begin van de week, dan zullen de prijzen een minimale verhoging kennen. Wellicht een idee om op een ander moment onze salon te bezoeken. Kijk, hier bied je eigenlijk een soort van escape. Dus mensen zeggen, ja, maar we kunnen het echt niet betalen. Nou, kom dan, als je al niet komt op die tijd, weet je anders. Maar dan bied je ze in ieder geval iets voor jezelf ook, een soort van escape. Je kan gewoon blijven komen, maar dan misschien op een ander moment. En de laatste, dat is die flexibele prijsverhoging. Wat ik zei, op de golven van de inflatie. Dus hier pak ik er even bij. De stijging van de salarissen ligt vast, maar de prijsverhoging door de inflatie fluctueert. Mocht de inflatie afnemen, dan merk je dit in de prijs die op dat moment zal worden berekend. Wel zo eerlijk, vinden wij. Dus dat is ook een mogelijkheid om ernaar te kijken. We hebben ze begin al genoemd, maar hier zijn ze uitgewerkt. Conclusie. Conclusie is, heel simpel gezegd, dat er maar één conclusie is. En dat is dat je de prijs zal moeten verhogen. De manier waarop, tegen welk percentage, dat is een invoeroefening. En dat is ook eigenlijk telemeet. Maar mijn advies zou zijn, stel dat je nog niet verhoogd hebt dit jaar, dus niet in januari of eind vorig jaar, dan ontkom je er niet aan, dan zit je tegen die 14-15% prijsverhoging aan. Stel nou dat je zegt, ik heb eind november of eind december of misschien in januari mijn prijzen verhoogd met 4-5% of het percentage wat je toen hebt gedaan, dan is dat natuurlijk op zich reëel om dat er weer van af te halen, want die heb je al gehad. Alleen let wel, je kunt je prijzen niet elke keer maar verhogen. Dus als je het nu niet goed doet, als je niet de juiste percentages neemt voor het verhogen van je prijzen, dan krijg je wel discussie. Dit is het moment waarin iedereen die het nieuws leest, kranten ziet enzovoorts, dus nieuws ziet en kranten leest, die ziet wat er gebeurt in de wereld. Die snappen dat dit geen houdbaar model is als je niks doet. Maar als je elke keer maar denkt van ja, maar ik heb het toch niet goed gedaan, ik kom weer tekort, dan krijg je een heel andere discussie. En collega's, je vraagt niet om meer geld omdat je een schuifdak in je nieuwe auto wil of elektrische ramen. Je vraagt gewoon meer geld omdat het nodig is om je bedrijf voor te kunnen zetten. En dat geldt voor jou en nogmaals ook voor je medewerkers en ook voor je klant of je consument, zoals je wil. Dit zijn echte conclusies die je moet nemen. Het klinkt hard. Ik hoop echt van harte dat je er serieus naar kijkt. Dat je niet denkt, het zal mijn tijd wel duren. Want het gaat je tijd niet duren. Want je hebt misschien maar 10%, 12%, 13% winst. En als je heel goed aan die knoppen draait, dan wordt het veel meer. Dus dan zit je wat ruimer in je vel. Maar als je dat niet hebt, dan leg je er elk jaar geld bij. En dat hou je niet heel lang vol. Ja, dit is het plaatje waar ik... Ja, ja, ik heb even een vraag tussendoor, als dat zou mogen. Ja, nee, altijd. Dat is een vraag, adviseer je voor een ZZP-kapsalon aan huis, een gelijke prijsstijging, of misschien wat minder, aangezien die geen kosten heeft als personeel en huur, et cetera? Ja, aan huis zeker, maar ik neem toch aan dat als je ZZP bent en je hebt een ruimte gehuurd, hetzij van jezelf, dus aan huis of niet, dat je wel je kosten van je pand, van je vierkante meters doorberekent. En dat zou natuurlijk heel reëel zijn om ook die 2,5-3% of 4% van wat de prijzen voor de bedrijfspand omhoog gaan, om dat door te rekenen aan jezelf. Dus ik zou wel echt adviseren, kijk, die 4,5% loonsverhoging, dat is onzin, want die heb je niet. Maar ik zou wel, je moet ook tanken, je moet ook je elektra betalen enzovoorts. Nou, het is heel simpel, ik adviseer je om 15%, inclusief 4,5%, loonsverhoging, die loonsverhoging 4,5%, om die door te voeren. Dus als je geen loon hebt, dan zou ik zeggen, ja, 8-9% zou ik sowieso verhogen, want ook jij moet je spullen kopen bij de leverancier. En ook jij moet tanken en ook jij moet elektra betalen enzovoorts. Dus niet verhogen is voor mij geen enkele optie.
Dank. Had je nog meer vragen? Ja, ik heb zeker nog wel meer vragen die wij van tevoren hebben gekregen. Ja. Een daarvan is een kapper die zegt, ik heb een dame geknipt en die heeft al gezegd dat ze de prijsverhoging niet wil gaan betalen. Hoe kun je daar nou mee omgaan? Ja, ik denk heel simpel. Als de klant het niet wil betalen, dat is nog iets anders, het niet kan betalen. Maar beide uitkomsten blijven wat mij betreft hetzelfde. Er is geen enkele tijd op dit moment om sentimenteel te worden. Want het gaat om je voortbestaan. Als die klant het niet kan of wil betalen, dan heeft ze ja, pech. Dan zal ze een andere oplossing moeten zoeken. En dat zal niet bij jou zijn. Maar je kunt daar niet, blijf daar echt standvastig in. Want anders krijg je de hele dag huilie verhalen van mensen die het niet kunnen betalen. En dan moet je elke keer maatwerk leveren. Dan zeg ik ja, weet je, 30% betaalt het wel, 15% betaalt weer minder, 70% hoeft het helemaal niet te betalen. Ik zou dat niet uit kunnen leggen. Ja, ik begrijp het. Dan is er nog een kapper en die zegt, mijn teamleden vinden het heel moeilijk om de prijsverhoging aan de klanten uit te leggen. Ja. Wat kun je daar nou aan doen? Nou, ja, op zich snap ik dat. Op zich snap ik dat wel. Ten eerste zelf zorgen dat je verhaal klopt, dat het niet rammelt. Dus dat je je team het goede verhaal laat vertellen en het eerlijke verhaal. En het voordeel is wel dat als je... Kijk, we zijn wel eens meer met 4, 5, 6% moeten verhogen. En dan hadden die medewerkers daar niet zoveel aan. Nu wel. Nu is er inmiddels al 4,5% wat ze die direct bij krijgen. En ja, zij merken ook aan de pomp, en ik blijf me even herhalen, maar dat voor hun ook alles duurder wordt. Ga maar eens boodschappen doen. Klotst tegen de planken aan kosten wat je moet betalen. Dus ik denk als je ze daarin meeneemt, gewoon in het verhaal. Hè, we hebben de airco draaien. We hebben prachtige producten op de plank staan. Die moeten allemaal betaald worden. Ja, het is niet anders. Dat is het verhaal. En zorg zelf ook voor de goede communicatie. Hè? Je hebt 4 mogelijkheden van mij gekregen. Je hoeft ze niet te gebruiken. Maar het is wel een beetje een indicatie dat je zou kunnen gebruiken. Zorg zelf ook voor heldere communicatie. Niet alleen naar je team, maar ook naar je klanten. Ja, nou dan is er nog een vraag. En eigenlijk heb je daar al wat over verteld. Maar ik stel hem toch nog even, ja? Omdat hij van tevoren al was ingezonden. Ik heb de prijzen in januari verhoogd met 4%. Zal ik nu nog verhogen? En welk percentage moet ik daar dan aanhangen? Ja, sowieso wel goed dat je de prijzen verhoogd hebt. Zonder dat we wisten dat het zo hard zou gaan. Ik zou zeker verhogen. Ik zou die 4,5% zou ik aftrekken van die 14 of die 15. Ik zou dan 10% verhogen. Dus die 4% heb je al gehad. Ik zou die 10% die tekort zou gaan komen nu, die zou ik verhogen. Ja, wel verhogen, absoluut. Ja. Dan kom ik nog heel even terug op de vraag die hiervoor was over het personeel en de communicatie en hoe dat zij het moeten verwoorden. En er wordt ook door iemand gezegd, ja, eigenlijk medewerkers die schamen zich om te zeggen dat ze meer gaan verdienen, want door de CAO. En die denken ook een beetje dat het hun schuld is. Kan je zoiets wegnemen? Of hoe moet je daarover praten met je medewerkers? Sowieso over praten. Hè? Dus je moet alles wegnemen wat mogelijk een hobbel zou kunnen zijn in de communicatie. Het is natuurlijk nooit de schuld van de kapper of kapster dat die het salaris omhoog gaan. Ik denk dat ze blij moeten zijn, want ze zijn 2 jaar namelijk niet verhoogd. Want toen hebben we geen CAO gehad. Ze hebben er gewoon recht op. Ik zou graag een ander appel willen doen. Het is misschien heel flauw. Maar laten we nou eens met elkaar die branche op een hoger niveau tillen. Wij zitten altijd in het schuttersputje als het gaat om de branche. Wij zijn zo belangrijk voor mensen. Elke dag weer. We maken mensen mooier. We geven ze een goed gevoel. En we durven daar geen relevante prijs voor te vragen. Ik heb gisteren een rapport gelezen, dat is in samenstelling met de ANCO is dat gepubliceerd. En dan zie je dat de gemiddelde prijs, ik doe het even uit mijn hoofd hoor, de gemiddelde bezoek levert 26,50 op voor een dame en voor een heer 21,50. Dat is dus nog geen, als je ervan uitgaat dat iemand een half uur over een klant doet, dat is dus nog geen euro per uur, per minuut. Daar kom je niet mee uit. Een beetje afhankelijk waar je zit. Je hoeft niet allemaal in Amsterdam te zitten. Maar je kunt met een euro per minuut. Zou het kunnen dat je een bedrijf kan voortzetten. Met een winstoogmerk.
Maar als je daaronder gaat zitten, wordt het echt heel moeilijk. Ten meer ook omdat die salarissen zo gaan stijgen. Laten we nou eens proberen. Ja, het is misschien heel makkelijk, maar heel veel vraagstukken komen voort uit onze branche, doordat we eigenlijk te weinig voor onze behandelingen vragen. En als we dat nou maar eens, ik vecht er al zo lang voor. Wees nou trots op wat je bent, wie je bent, wat je doet en op je mensen. En ja, vraag daar een relevante prijs voor. En ga niet altijd maar de hoogste korting geven. Want uiteindelijk trek je echt aan het kortste eind. Ik hoop niet dat dit een harde afsluiting is. Maar het is wel waar ik eigenlijk altijd al mee bezig ben. Hoe kunnen we nou zorgen dat we met elkaar trots zijn op dat wat we doen. En dat die, daar gaat het om, onze klant of consument zoals je wilt. Positief over ons praat. Want die brengen dan ook weer nieuwe klanten binnen. Omdat ze zo trots op je zijn. Maar dan moet je eerst beginnen met hetzelfde gaan doen. En hetzelfde gaan zijn. Ja, nou dat zegt ook iemand in de chat. Die zegt dat tijdens de lockdowns dat er echt gemerkt is. Dat de kappers heel erg gemist werden. En dat is natuurlijk ook zo. In iedere nieuwsuitzending kwam het naar voren. Als mensen op straat geïnterviewd werden. Werd altijd als eerste de kapper genoemd die ze zo misten. Dus wat dat betreft is het wel inderdaad goed. Je mag zeker trots zijn op het vak en daar mag ook wel voor betaald worden. Ja. Nou is er ook iemand die zegt, ja, ik ben bang dat het verschil tussen de ZZP'ers en de gevestigde ondernemers steeds groter gaat worden op deze manier. Dus de kappers met personeel. Zie jij dat ook of denk je dat het eigenlijk niet zo is? Nou, je ziet een enorme versplintering in de branche. Datzelfde rapport waar ik gisteren naar gekeken heb. Dat zegt eigenlijk, wij hebben 43.000 werkenden in de branche. 43.000 werkenden in de branche. Het zijn dus ondernemers, 22.000, met personeel en ZZP'ers. Wat je nu ziet, er is dus een verschuiving in 2021 heeft plaatsgevonden, waarin er nog steeds 43.000 werkenden in de branche zijn. Alleen er zijn nu 11.000 ondernemers met personeel en 11.000 ZZP'ers. Ja. De vraag die jullie ongetwijfeld ook al gesteld hebben ooit is van, waar zijn al die medewerkers gebleven na de lockdowns? He, want we hebben echt schromelijk mensen tekort. Dat zijn vaak ZZP'ers geworden. Dat is de versplintering die zich nu aandient. En ja, er zal natuurlijk een prijsverschil zijn tussen de ZZP'ers en de gevestigde kappers met personeel. Dat is nou een keer zo, maar ik kan me herinneren dat dat vroeger ook al zo was. En uiteindelijk, laten we het nou eens omdraaien. Uiteindelijk kiest die klant, de consument, bepaalt. Dus als jij zorgt dat je trots bent en dat je dingen maakt die een ZZP, want die gaan niet vaak naar trainingen, die lopen soms op den duur wat achter met de ontwikkeling van de branche om dat te volgen. Als je nou zorgt dat je bovenop de bok zit en je kan dat uitdragen, dan maakt die klant die kiest. Nou, laten we zorgen dat ze voor jou kiezen. Daar moet je wel aan werken. Je krijgt het echt niet voor niks. Maar dat is ook wel weer een uitdaging. Kijk, ondernemen op dit moment is best pittig, maar ook heel interessant. Ik vind het een hele interessante periode om eens nieuwe dingen te bedenken, samenwerkingen aan te gaan. Wat kunnen we doen met elkaar en hoe kunnen we elkaar versterken? Ik denk dat dat wel een goed vraagstuk is. Nou, misschien een van de laatste vragen. Het advies van jou, Richard, was in december om 10% omhoog te gaan. Dat heeft dus ook een kapper gedaan. En die vraagt zich dan nu af, moet je dan nu weer 10% omhoog met die 4% loonsverhoging of 4,5%? Hoe kun je daar dan nu mee omgaan als je dus die december 10% hebt gedaan die jij toen zei? Top gedaan. Complimenten. Hoef je nu alleen nog maar 4,5% te verhogen. Misschien 5%. Maar jouw klant is er al aan gewend dat ze meer zijn gaan betalen. Dus nu hoef je alleen maar te communiceren dat de salarissen per 1 juli, dus aanstaande vrijdag, worden verhoogd met 4,5%. En dat je dat helaas moet doorberekenen. Top, hartstikke goed. Nou, dan denk ik de afsluitende vraag, die was nog vooraf ingezonden. En dat is, de inflatie is nu erg hoog. Wat moet ik doen als de inflatie weer daalt? Ja, heel goede vraag. Ik heb een van de mogelijkheden heb ik gegeven, hè? Dus flexibel in prijsverhoging op de golf van de inflatie, daar zul je aan kunnen denken. Dat betekent wel dat je constant moet gaan kijken dat je die prijzen moet gaan aanpassen. Mijn advies zou zijn, kijk het een kwartaal aan. Als het structureel naar beneden gaat, dus als het structureel daalt met 1 of 2%, pas het dan aan. Dat is wel het eerlijke verhaal. Het kan ook zijn dat het nog iets doorstijgt. Dan heb je ook weer een aanpassing te maken. Maar doe dat niet elke maand. Kijk dat gewoon per kwartaal even aan.
En elke aanpassing die je kunt rechtvaardigen in de communicatie, ja, raad ik je aan om gewoon te doen. Het gaat om jou, het gaat om je bedrijf, het gaat om je medewerkers en het gaat uiteindelijk om het voortbestaan. Nou, ik kom hier ook nog even naast staan. Ja. Als we begonnen, dan sluiten we ook weer af. Ja. Ik vond het ongelooflijk leerzaam. Okay. En ik hoop dat, dat jullie dat ook vonden, uiteraard. Er waren toch wel een aantal interessante vragen, ook die we vooraf hadden gekregen. En ik denk dat de antwoorden ook heel duidelijk waren. Dus jij heel erg bedankt voor het delen van al je kennis. Want ik vind het ook heel mooi als iemand zo open is, ook over zijn eigen bedrijf. En daar iedereen van laat profiteren. Dus dat wordt heel erg gewaardeerd, denk Dankjewel. Ik. Dankjewel. Ik vond ook dat we ontzettend veel kijkers hadden. Dus we verzagen dus duidelijk wel in een behoefte. We hebben het ook opgenomen. Dus we zullen zien dat we dat ook nog kunnen delen. Zodat er nog meer mensen van deze kennis kunnen profiteren. Ik wil mijn collega Hikmet Koeskal bedanken. Die heeft voor de techniek gezorgd. En die was top. Dus daar een groot compliment voor. Nogmaals, Richard, jij heel erg bedankt. Bedankt voor de uitnodiging. Graag gedaan. Met veel plezier. En tot een volgende keer, graag. Hoop ik. Ja. Jullie bedankt voor het kijken. En ik wens jullie een hele fijne zomer. Ik hoop dat het allemaal toch een beetje mee gaat vallen. Dat jullie goede zaken gaan doen. En wie weet tot de volgende keer. Dankjewel. Dankjewel.